Hey, goeiedag. Ik ben Robin en alvast bedankt voor het bekijken van dit filmpje. Het zijn highlights van de stream die we hebben gedaan over Fallout 4, Steven en ik. We zijn net begonnen, dus verwacht niet te veel. De resolutie of de kwaliteit van het filmpje is echt bar slecht. Er zijn excuses daarvoor. We zijn ook wat minder enthousiast, omdat we wat zachter moesten zijn. Dus als je verder nog tips hebt of zo, laat het ons alsjeblieft weten. Zet het in de reacties achter en dan wens ik jullie verder nog fijne tijd met het kijken van dit filmpje. Wat een lelijk bak. Sorry! Ik wou net zeggen, wat een lelijk bakbeest. En de beest kijkt me opeens aan van. Wat wou je zeggen? Hallo? Oh, oh shit! Oh, wow, gast, wat. Wat doe je? Sorry! Dus welkom bij Fallout. Met het goede begin. Ik heb zelf nog. Geen idee waar ik mee bezig ben. Ik heb de vorige spellen niet gespeeld. Ik heb alleen een. Ik ook niet, ik ben helemaal nieuw in Fallout. Ik heb een playthrough gezien van Fallout 1 volgens mij. Oh, vet. Ja. Zelf heb ik wel Fallout New Vegas. Oké, maar vertel ons even de achtergrond van Fallout 4. Wat is er gebeurd? Waarom nou, een nucleaire war of zo. Want ik. En dit is 200 jaar na de bommen zijn gevallen. Oké. Gaat iedereen met scrap weer alles weer bouwen. Ja, ja. En jij bent dan iemand die in de vault zat. In en leven? Jij komt. Wat? In leven? Nee, in een bunker. Oh, dat heb je weer. Oké, we blijven weg van hem. In een bunker, oké. En ja, na zoveel tijd kom je na 200 jaar dus kom je weer van hey, ik ben er weer. En, oh shit, wat is met de wereld gebeurd en shit. Maar goed. En die pak heb je zelf gebouwd, zeg maar. Nee. Oh, niet echt. Die stond nee, al. Ja, die kreeg. Ja, dit is iets met de story en dan krijg je hem. Whatever. Okay. Wat wij gaan doen is even lekker rondlopen, want het is een beetje als Skyrim. Skyrim. Ja, waar je ook bent of keert. Ik bedoel, je kan niet 5 seconden lopen voordat je een enemy verdedigt. Oh. Die heb ik vermoord. Oké. Let's go. Dit is dus mijn companion. Oh. Weet je nog Lydia in Skyrim? Mm-hmm. Is dat nou nog? Dit is nu, ja, dit is nu Lydia 2.0. Oké, ik vind het iets minder mooi opgeworden. Nee, het is niet mooi opgeworden, laat het zo ophouden. Kijk, laten we. Maar zijn dat allemaal tweekoppige geworden? We zijn allemaal tweekoppige, ik heb geen idee hoe dat werkt, maar. Nou kijk, eerst is de eentje en die gepaard met de ander en dan krijg je de. Terwijl de bom neerknalde en toen zijn ze samen gesmolten. En hebben ze 200 jaar maar zo geleefd. Hebben ze een poten voor. Wacht even. Zal ik het dan ook goed? Weet je wat, we gaan ze even van uit een mystery zeg helpen. Ze hebben gewoon poten nog aan de voorkant. Het ziet er niet heel fijn uit ofzo. I will help you out of your misery. Come here, you son of a. Oké, wacht. Zo, ja. Kan hem gewoon neerhalen. Ik ga hem. Ja, ik bedoel, als je er zo uitziet, dan wil je toch niet leven, neem ik aan. Zo. Sure. Nee. Nee. Kijk maar dan. Nou, hij is dood. Hey. Met Fallout is het ook zo van, je weet nooit of het nou friendly zijn. Oké, ze zijn friendlies. Weet je? Ik had al geschoten. lower your gun. Oké. Wat? Doei. Niet joh. Kom je aan met zo'n dik pakken. Ja, we zijn wel brave hoor. Kan ik deze ophangen ofzo? Of ergens Stop! Hoezo brutal? Holy shit. Hij is wel gespierd trouwens. Hij zit altijd met zijn hoofd in de wolken. Oké. Not interested. Fine, doei. Ik denk dat je net ging knielen voor. Ja, ja. Sacrifices have to be made. Oh. Oh, dat zat er, zag er best wel eng uit. Ja, je is net zo'n ding weggelimpt. Oh. Jammer. Nou, die is dood. Oh, hallo. Dat was gek. Doei. Zou ik doodgaan als ik hier vanaf spring? Ja. Yeah. Nee. Oh. Er zit vering in het pak. Intelligence is hoeveel experience points je krijgt. Ja, dat is gewoon hoe intelligent dat je bent.
ja. Niet. Kom, wel, klopt ook echt in het echte leven. Means ends will sometimes explode in a glory of red paste. What's that from? Ja, dat moet gewoon, toch? Ja, dat is gewoon dat, dat moet gewoon. En oh. Accept. Ik had het niet spectaculair verwacht eigenlijk. Zo, nou dat was wel een... What the heck? Oh, dat was dat, hè? What? Oh, je was gebombardeerd, kerel. Oh, het zijn raiders. Okay. Oh, fragmentation. Alsjeblieft. Oh-oh. Oh, bijna. Nou ja. Oh-oh. Oh, nee! Zo. Oh. So. Is dat aubergine? Hoe kom je naar boven? Met de trap? Nee. Ja. Oh. Oh, hey. Kan je niet wat weggooien? Nee, ik wil alles horen. Doei. Zo, hoppa. Who is the God, the bright sign of life? Heel toepasselijk. Wat moet je met muziek? Misk. Oh, sorry. Niet muziek. Standaard stok. Wat is dat eigenlijk van raar? Is je verhoud? Ja, het is gewoon een beetje improvements, hè. Een beetje even naar Doeland gaan en even wat spullen pakken in elkaar zetten. PPC weet je wel. Ja. Oké. Okay. PPC. En ik denk van, nou, 25 miles per hour. Nope. Ik scrap die shit. Bam. Je mag hier 50 rijden. Niemand rijden, maar... Laten we iemand een bed geven, hier midden op straat. Krijgt hij wel een luxe bed? Alleen de compensatie daarvoor is dat hij midden op straat moet slapen. Kan je iemand toewijzen? Ik heb geen idee. Ik heb let's try. Ik heb 5 mensen in mijn settlement wonen. Oh, kan je ook meer laten wonen? Ja, met missies doen of zo, I don't know. Maar okay. Kijk, deze mensen hebben dan een dak boven hun hoofd, maar die hebben wel gewoon alleen een matras. Ja, dat ook erg. Ja, heb je een dak boven je hoofd, dan op een matras. Gewoon je buiten, dan mag je op een mooi bed. Ja. Laten we hier ons huisje bouwen, wat vind je daarvan? Ja? Ja, zet je hem nu gewoon zo neer? Ja, dus even kijken, we krijgen 15 steel. Sure, bam, oké. Okay. Nou, zet er een nieuwe neer. Ik heb geen idee hoe het werkt, maar we gaan gewoon kijken. Oh, dit is al gewoon een gemaakt huis. Oh, dat is ook wel handig. Eigenlijk. Kost wel minder moeite. Ja, inderdaad. Laten we die gewoon neerzetten. Nee, we gaan een huisje bouwen. Oké. Okay. Hoe werkt dat? We zetten deze neer. Plak en plak. Huppakee. Nou, geweldig, hè? Nou, ze moeten niet zeuren, hè? Dit is apocalypse. Nou, kijk hoe mooi huisje we hebben. Ja. Kijk dan. En daar wc. Oh, daar is nog iets. No privacy needed hier. Kunnen we dit niet? Ietsje beter. Nou, ja, prachtig toch? Ja. Nou, dan gaan we even wat inrichten. Wat? Storms. Nee, wacht. Zo. En dan zetten we even wat bedden neer, hè? Je hebt altijd wel bed. Ja, dan gaan we gewoon een matras neer, want ze slapen natuurlijk onder een dak. En wordt dit de slaap area. Ik vind wel dat ze naast mijn kamer mogen dicht, vind je? Nee, ik weet niet of zij er zo blij. Nee, hoor. Ja. Dat is voor een familie, hè, dit. Precies. Ja. Zo. En dan zetten we hier ook nog een? Of wordt dit de keuken? Dit wordt de keuken. Dit wordt de keuken. Ik denk niet dat er 3 bedden nodig hebben. Hoe komen we aan een keuken? Wat is dit? Dit is een... Nou, een beker. Je hebt gewonnen. Wat is dit? Een beker. Zo'n bronzen beker, weet je wel? Wat je kan winnen als je een strijd hebt. Wat is hier een reddingmachine? Ja. Ik hoef geen keuken, jongens, ik heb alleen sigaretten we nodig. We eten vanavond sigaretten. Nou ja, voor de kinderen, want het is natuurlijk een gezin, dus die krijgen kindertjes. Nou, in de zombie... Zombie. Nee, oké. Okay. Ah, de kind heeft geen goede kamer. Paas maar gewoon niet. Nee, oh. Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk precies. Moeten we dit niet doen, want die nee. Kinderen moeten gewoon even... Weg. Nou, oh, sorry. Weg. Nee, hoef niet weg. Weg maar heen. Nee, ik bedoel, die kinderen moeten gewoon even leren op te groeien in deze harde tijden, weet je wel. Ja, dus kinderbedden bestonden niet. Oh. Oh, wat doe je dan weer? Sorry. Kinderbedden bestonden nog niet. Dit. Oh, dat is een deurman. Oh, hier, windmolen, of niet? Dat is ook handig. Deurmat. Nou, windmolen?
Welkom, is dat verkeerd om? Welkom naar de buitenwereld. Hier begint een gezin in. Welkom in de wasteland. Volgens mij kun je wel wapens salvagen. Salvagen, inderdaad. Laten we even kijken of we dit kunnen salvagen. Hoe gaan we dat doen? Apparel. Die. En dan drop misschien. En dan hierin. Scrap. Oké, dus we moeten alles op de grond gooien. Huh? Drop. Zo. Wat een zooitje weer, hè? Wow. Nogmaals, ik weet niet of dit echt de goede manier is om te doen. Maar goed, het werkt. Het werkt voor ons. 6 steel, nice. Zo. Opgeruimd. Zal ik nog even meer doen? Take all. Heb je hier? Oh, ik heb alles Ik heb letterlijk alles dat in dat ding gepakt. Oké. Okay. Dat kan weg en dat kan weg. Zo. Hey. Drie kwartier later. Zeg gerust extreem. Oh. Nee, ga weg. Dan kan ik blijven. Robert! Serieus! We beginnen alleen niet. Dan maar een houten bank, hè jongens. Voor de tv-kijkers. Dan kan je recht naar buiten kijken, ja, dat is mooi. Dan kijken ze van, nou, als er nog een nucleaire bom neervalt, hebben wij de beste plek daarvoor. Inderdaad. Maar kan je ook mensen inlokken? Niet lokken. Ik vind alsof er niemand in wil. Maar... Wat, in de kast? In dit huis. Fire. Oh. Het is gevaarlijk spul dit. Sterretjes! Omdat hij door de muur gaat, waarschijnlijk. Kan ik... Nee, dat lijkt me niet al dus zo. Catch wire. We zijn hier niet echt heel goed in ofzo. Ik denk wel gewoon dat hij buiten... Dat hij gewoon... Nee, rechtstreeks moet. En doe nog eens. Oh, je zet hem gewoon binnen. We zetten dat ding gewoon binnen. Precies. Dat ding daar ronkt toch ineens natuurlijk. Zoals je buiten zou doen. Is dat in de keuken? Oh. Oké. Nee, we zetten hem. Ah, sorry. Recht voor de deur. Dat is de medekast. Hoppakee. Attach wire. Daar is de wire. Volgens mij ligt het aan de lamp. Tom, heb jij enig verstand van elektriciteit en shit? Want, ja, daar heb ik wel verstand van, maar dit... Volgens mij werkt dit niet. Of moeten we dit zo doen en dan ik wil wire daaraan. Oh, nou, dat werkt. Hey, bedankt voor je hulp, Tom. Nou. Ik begin te regenen, maar niet uit. Wij hebben een mooie kamer. Mooi huisje, mooi licht. Mooie keuken met sigaretten, mooie kast, niemand rookt. Mooie bank, mooie dat en mooie deurmat met welkom aan de verkeerde kant. Met welkom aan de verkeerde kant. Ik vind dat we weer op onderzoek uit moeten gaan. Ik vind dat wij echt goed bezig zijn geweest en dat we nu nog een heel gauw hier weg moeten.